Vochtigspuiten is het corpus luteum, het gele lichaam, door een injectie laten verdwijnen waardoor het rund tochtig wordt. De bestaande cyclus wordt onderbroken en er vindt binnen enkele dagen een eisprong plaats. Voor een goede kans op resultaat en ter voorkoming van ongewenste effecten moet de aanwezigheid van een gevoelig corpus luteum worden vastgesteld. Subeustrus betekent dat tochtigheidssignalen van de koe niet worden waargenomen. Goed kijken, eventueel met hulpmiddelen, is belangrijk. Als koeien geen tocht laten zien, zijn suboptimale voeding, huisvesting, afwijkingen aan de eierstokken en infectieziekten de belangrijkste veroorzakers. Prostaglandine kan uitkomst bieden. Daarnaast zijn er nog enkele indicaties om prostaglandine te gebruiken, zoals bij een baarmoeder met pus of bij bepaalde cyclusproblemen. Zo kan prostaglandine dus helpen de tussenkalftijd te verkorten. Natuurlijke en synthetische prostaglandines verschillen in werking. Vraag je dierenarts hiernaar. Dien nooit prostaglandines toe zonder goed gynaecologisch onderzoek vooraf. Voorkom huidcontact met het middel bij injecteren. Voeding en verzorging, vooral rondom het afkalven, heeft grote invloed op de vruchtbaarheidscyclus. De ontwikkeling van eitjes, die in de lactatie bevrucht moeten worden, begint al tijdens de droogstand. Huisvesting is belangrijk voor tochtwaarneming. Als bijvoorbeeld de vloer te glad is of de klauwen zijn pijnlijk, durven koeien soms niet te springen en worden signalen gemist. Laat koeien die je slecht tochtig ziet controleren door de dierenarts en stel samen een plan van aanpak op. Consulteer je dierenarts bij problemen met de vruchtbaarheid. Verminderde vruchtbaarheid staat meestal niet op zichzelf. Het is vaak een teken van niet optimaal functionerende dieren. Het probleem bij de bron oplossen geeft meestal een positief effect op de gezondheid, productie en dus rendement van de veestapel.